En ik ben echt fucking eerlijk als ik dat heb gedaan. Maar soms ook dat ik soms denk van, ah shit, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Dat ik van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over cocaïne. De eerste keer cocaïne was in Drugslab. En ik vond dat echt wel heel erg lekker. Ja, dat was denk ik in een tijd dat ik net voor het eerst een beetje veel uitging. En het was echt in zo'n tent in Amsterdam waar allemaal hele hippe mensen kwamen. En dat daar toen ook een keer cocaïne is gekomen. Niet heel boeiend. Nee, echt. Het is me niet echt bijgebleven wanneer het nou precies was. Het enige wat ik nog weet is dat ik dacht van, is dit het nou? Dat kan ik me niet eens meer herinneren. Nee, dat weet ik echt niet meer. Ik denk wel top, want daar heb ik het wel eens vaker gedaan. Dus ik denk dat ik er wel goede ervaringen mee had, ja. Als je cocaïne gebruikt en we denken na over wat zijn daar dan de risico's van, is ten eerste een hele belangrijke dat cocaïne, dus ook in vergelijking met veel andere drugs, behoorlijk verslavend is. Dat je vrij snel zin hebt om het nog een keer te doen, op de avond zelf om steeds weer nog te nemen, maar ook het weekend daarna. En dat kan er best wel insluipen. Dus dat risico op verslaving is echt wel aanwezig bij cocaïnegebruik. Maar ook lichamelijk kan het schadelijk zijn. En dan moeten we vooral denken aan het hart. Het is echt een belasting voor je hart. Want je hart gaat sneller pompen. Dus je hartslag gaat omhoog, maar je bloedvaten vernauwen juist. En door dat effect en die belasting van je hart vergroot je het risico bijvoorbeeld op toch vrij jonge leeftijd iets van een hartinfarct te krijgen. Ja, coke kwam voor mij wel echt veel later dan ecstasy. Ik was volgens mij 21 of zo toen ik dat voor het eerst deed. Ja, ik weet nog dat ik heet dat het effect zat af te wachten. En dat toen iemand tegen me zei van na een half uur of zo zat ik er nog steeds op te wachten. En toen zei ze van ja, het duurt toch maar een kwartiertje of wil je nog een lijntje? En toen zat ik zo van maar ik voelde helemaal niks. Was zo, voelde je je net iets wakkerder, een soort van idee van twee koffie. En dan zat ik zo, ja. Zo ja, nou ja, dat is het. Dus ik vond het echt een anticlimax. Dus ik vond het wel prettig, ja. Ik baalde dat ik geen derde lijntje mocht snuiven. Vond ik echt jammer. Ik dacht, shit, is dan weer over. Ja. Ja, het duurt maar heel kort. Als je merkt, als je wel eens cocaïne gebruikt, dat steeds vaker zo is. En dat je steeds vaker bijvoorbeeld je hebt voorgenomen om het een avondje niet te doen. Omdat het echt niet het moment is of echt niet goed uitkomt. Omdat je de volgende dag andere dingen moet doen. En je komt in die kroeg of op die plek waar je bent en er gaat een biertje in en wordt toch weer de dealer gebeld. Ja, dan betekent het dat je het dus niet helemaal onder controle hebt. Als je dan ook nog eens daar de volgende dag weer van baalt en de volgende weekend is het weer hetzelfde verhaal. Dan ga je toch wel richting misschien problematisch gebruik, maar zijn ook de eerste signalen van dat je er toch afhankelijk van raakt. Voor echt verslaving komt daar dan nog wel bij, bijvoorbeeld dat je er de hele tijd mee bezig bent, dat je er veel aan moet denken, dat je er eigenlijk de hele tijd zin in hebt. Ik was echt in een soort van op boevenpad en het boeide me allemaal niet meer en ik wilde echt zo vergeten wie ik was en dit en dat. En toen was er coke en ik de hele avond aan het snuiven met random mensen die ik niet echt goed kende. Maar wel elke keer dat iemand mij het aanbood, zeg maar. En toen op een gegeven moment was iedereen een beetje in een andere hoek van de kamer. En toen zag ik dat blaadje liggen met de coke en toen dacht ik gewoon van fuck it. Toen dacht ik ga gewoon zelf snuiven. Mag vast wel. Belangrijk is altijd dat je cocaïne laat testen. Dan weet je precies wat voor stoffen erin zit en hoe sterk het gedoseerd is. Nou, een dikke lijn gesnoven, classic mistake. Toen zei iemand van, oh, je weet wel dat keta was. Echt zo. Nee, echt veel te veel keta. En ik ken dus niet echt die mensen niet echt goed op dat feestje. Dus toen ben ik gewoon zo aan een tafel gaan zitten. Ready for the chaos. Ik denk dus dat er geen memorabel verhaal bestaat op coke, want iedere keer als je het doet, denk je dat er heel veel gaat gebeuren, maar dat is gewoon niet zo. Dus het zijn, ja, ik weet niet, het is altijd een beetje een soort van meh moment. Heel spannend verhaal, ja, weet je, ik heb het wel eens op een feestje gedaan en dan vind ik het, moet ik eerlijk toegeven, wel lekker om daar ook een biertje bij te drinken. Ja, dan voel ik me wel lekker, maar heel spannend is het niet. Cocaïnegebruik zorgt er lichamelijk voor dat je hartslag en bloeddruk enorm omhoog gaan. Dit heb je niet altijd door.
combineer je het daarnaast met alcohol, dan krijg je cocaëtyleen, wat ervoor zorgt dat je nog een hogere hartslag en bloeddruk krijgt. Dit kan uiteindelijk leiden tot hartritmestoornissen of zelfs hartstilstand. Ik praat wel veel dan. Niet heel veel, niet net als Exy, maar gewoon lekker komen met mensen, een goed gesprek aangaat. En ik ben echt fucking eerlijk als ik dat heb gedaan. Maar soms ook dat ik soms denk van, ah shit, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Dat ik mensen een soort van, niet beledig, maar dat ik gewoon wel eerlijk ben dat iemand anders tegen me zegt, yo, ik dacht het, maar jij zei het. Met cocaïne en met speed heb ik gewoon dat ik best wel emotieloos word. En best wel, niet echt een leuk persoon. Ik voel me gewoon lekker. Maar ja, dat is de dopamine en adrenaline, dat komt vrij. Dus dopamine is natuurlijk je beloningsstofje. Als jij gesport hebt, heb je ook dopamine door je lichaam ruizen. En met cocaïne is dat ook zo. Dus ja, niet zo gek dat je je lekker voelt. Maar ja, je haalt het wel uit een druk. Je kunt beter gaan sporten, denk ik. Nou, ik klap denk ik een beetje dicht, dus dat is niet heel gezellig. En op zich denk ik wel dat ik een betere gesprekspartner ben. Maar ik denk vooral dat ik dat denk en dat ik het niet ben. Dan ben je met z'n tweeën aan het praten als je allebei coke hebt gebruikt. En dan, maar je praat allebei zeg maar langs elkaar heen of zo. Van, niemand luistert, je gooit gewoon woorden tegen elkaar aan. Als mensen onder invloed zijn van cocaïne, dan kun je aan verschillende dingen merken. Maar onder andere dat mensen zin hebben om veel te praten. Maar vooral veel zelf te praten, heel actief zijn, heel veel energie hebben. Dus ook heel, heel actief daarin zijn. En dus veel minder geduld hebben om rustig naar andere mensen te luisteren. Dat kan wat arrogant overkomen. In combinatie met een toegenomen ervaren gevoel van zelfverzekerdheid. En het wegvallen van ontremmingen. Zorgt voor dat vrij specifieke effect bij cocaïne van een vergroot gevoel van zelfverzekerdheid. Cocaïne is formeel verboden en dat betekent dat je helemaal niets ervan op zak mag hebben. Maar bij 0,5 gram of minder zal de officier van justitie je gelukkig niet vervolgen, maar alleen de cocaïne in beslag nemen. Het heeft dan geen gevolgen voor jou qua strafblad of VOG.